Ik ben ingekwartierd in de enclave Baal. Het is mijn taak om de orde te handhaven. Overste Kermans is mijn baas. Maar in Baal zeggen ze geen Kermans, maar Kermaas. Tja, zijn vorige missie was niet zo'n succes. Hopelijk zal zijn huidige missie beter lopen. Of zullen we straks toch nog de val van Baal meemaken? Of Baarle in de branding? En om dat allemaal tot in de volgende eeuw in goede banen te leiden, zit ik in Baal. Toen ik vorig jaar mijn intrek nam in het gemeentehuis, waren de ambtenaren blij. Niet omdat ik kwam, maar omdat ze net een Europese subsidie van 1,5 miljoen gulden gekregen hadden. Maar er zat een probleem aan, want ze moesten dat geld volgens de regels besteden. Het moest grensoverschrijdend besteed worden. En dat is natuurlijk een probleem, want in Europa zijn geen grenzen meer. En de jeugd van Baal, laat ik het maar niet hebben wie de bad guys en wie de good guys zijn. De jeugd van Baal die kent ook geen grenzen meer, sinds dat ze op de MAVO in Baal internetten en daar de Molotov cocktail ontdekt hebben. Vroeger ja, toen was het makkelijk om geld grensoverschrijdend te besteden. He? Want toen stond er overal in Baal waren grenzen en er stonden van die rood-wit geblokte balken. Je pakte een zak geld, je smeet die zak over de balk, over de grens en het geld was besteed. Nou snapte ook wel waarom daar op het wapenschild van Baal zakken liggen. En er zijn zelfs ambtenaren die beweren dat er in elke zak 1 miljoen gulden zit. En jij weet hoeveel zakken dat er op Saint-Frans? Stel maar uit. Ook heel opvallend, heel speciaal is de achtergrondkleur van het wapenschild. Een hele bijzondere kleur blauw. Niet deze kleur blauw, ook niet blauwe kleuren van de Viagra-pil, maar het is het blauw van het water van het nieuwe zwembad. En dan zullen we even omrekenen die 3 miljoen gulden euro's, want dan moet je ook allemaal binnenkort gaan leren. Dat is omgerekend om precies te zijn 1.314.115,22 euro zo in het zwembad gegooid. En eigenlijk in euro's is dat geen geld, dat is niet veel. En daarom is de gemeente in overleg met de heer Theus van het zwembad om er nog eens een extra 3 zakjes in te gooien van elk ruim 100.000 gulden. Pas geleden heeft de achterban er nog over vergaderd. Maar in die vergadering gaat het niet over het geld, maar het gaat erover waar die 3 zakjes op het wapenschild bijgetekend zullen worden. We zullen nog wel zien wat al die burgers hier van hun geld terug zullen zien. We kunnen altijd nog als verkeerd gaat een overdekte automarkt in dat complex organiseren. Of Jomanda laten komen en het zwembad water laten instralen. Maar hier moeten we eigenlijk geen grapjes over maken, want dit is gewoon bloedserieus. Want als die 3 miljoen gulden van de burgers Fucci weg is, dan kunnen er wel eens rellen ontstaan. Rellen, zoals in Albanië. En om dat risico goed te kunnen inschatten, heeft overste Karel Kermans een gesprek gehad met burgemeester Hendricks. En het blijkt als volgt in elkaar te zitten. De heer Theus heeft een lening van de gemeente gehad van 3 miljoen gulden. Dus hij heeft niet gehad, dus een lening. Dat betekent als verkeerd gaat, dat hij gewoon uitgekleed wordt. Maar de heer Theus is natuurlijk niet van gisteren. Die heeft natuurlijk al lang voor gezorgd en een hoop van de geld op naam van zijn vrouw staat. Heb je haar, die Baywatch girl van hem al wel eens gezien? Dan moet hij maar eens naar het zwembad komen. En oh, ze mag gezien worden. En de heer Hendricks, de burgemeester Hendricks, verzekert dat ook niet deze vrouw met het geld kan gelopen. En van hem mag het iedereen weten en komen zien. Want als het fout loopt, wordt ook zij uitgekleed. En dat is toch geen geld voor een striptease. Kan nooit meer kosten als 600 gulden per inwoner. Overste, Karel, Kermaas, die wel raad weet mee een goede borrel. Die weet echt wel raad mee een goede borrel. Iedereen heeft op televisie kunnen zien, hij drinkt met vriend en vijand. 2 jaar geleden, tijdens de opening van de carnaval, in het gemeentehuis in Baal, werd hij door de grenszoekers in de boeien geslaan.
En het sleuteltje weer zo weggegooid. En dat zijn niet zijn vrienden. Maar toch, op dit moment, terwijl overste Karremans hier hard nodig is om mij, een van zijn manschappen, bij te staan, zit hij nou in bal op het Sauerland gratis rondje weg te geven aan zijn vijanden. Voordat deze Dutch Better Pass door de gemeente ingeschakeld werd, had men eerst geprobeerd de orde te herstellen door een wijkagent aan te stellen. Maar dit had niet het gewenste effect. Wat ooit begon als een spectaculair slippertje, is een grote uitglijder geworden. Het is natuurlijk geen wonder als je een wijkagent inhuurt bij een willekeurig uitzendbureau. Iedereen die kan er op televisie zien. Je hebt stafmedewerkers, je hebt parketmedewerkers, je hebt glazenwassers, maar je hebt ook wijkagenten. En wat doet die trut van het uitzendbureau als burgemeester Hendricks per e-mailtje om een wijkagent vraagt? Dan pakt ze de woordenboek en zoekt op. Ik zal het ook even doen. Wijk, toevlucht, vlucht, deel van de gemeente. De wijk nemen, vluchten, wijken, opzij gaan, vluchten. Dus in het profielschets komt te staan, hoeft maar een gedeelte van de gemeente doen en moet goed kunnen vluchten. En zo is het ook gegaan. Na zijn aanstelling is hij nauwelijks nog gezien geweest. En helemaal niet in Nulekotte. Al had die wijkagent maar eens per maand bij de kleurrijke Jos in zijn nieuwe boerenbond geweest, dan had Jos een veel groter gevoel van veiligheid gehad. En dan zou de wijkagent geweten hebben wat er in Nulekotte allemaal speelt. Jos heeft echt een gevoel van meer veiligheid hard nodig. Want hij krijgt steeds meer angstige voorgevoelens hoe dichter de eeuwwisseling nadert. Want Jos gelooft niet dat Nulekotte millennium bestendig is. En daarom heeft Jos tijdens de laatste gemeentelijke verkiezingen gestemd op keerpunt 98. Jullie hebben daar niet op gestemd, maar Jos wel. En weet je waarom? Want zij hadden de oplossing. En die is: zorg ervoor, als het kan, voor in 1998, maar uiterlijk voor het jaar 2000, dat de klok achteruit gaat lopen. En dan komt volgens Jos de goede oude tijd, zoals bij ons in de film van bij ons in Nulekotte, vanzelf weer terug. Maar dat komt voor Jos ook heel goed uit voor zijn voetafdeling. Want dan kunnen al die dingen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, zo weer terug het schap in. Kortom, de wijkagent had de wijk genomen en er stond een machtsvacuüm. En deze Dutch Better moesten ingrijpen. Mijn taak is ook het verlenen van humanitaire hulp. Echter, een aantal essentiële voorzieningen kunnen in Nulekotte niet meer gegarandeerd worden. De wijkzorgvereniging Markemaas heeft net zoals de wijkagent de wijk genomen. De organisatie van deze kruisvereniging is verzoek en er is totaal geen coördinatie meer. Eerst zeggen ze precies hoe de aanbouw van het dorpshuis uitgevoerd moet worden. Heb je het al gezien? Nou ja, Frans, regelt is dat die mensen nou eens een keer kunnen gaan kijken. Zelfs uitleggen hoe het eruit ziet. Het zijn allemaal van die klein kamertjes. Alleen het allerkleinste kamertje zijn ze vergeten. Is ideaal, hè, voor de kruisvereniging, want dan kunnen ze, die kleinkamers kunnen zo goed verstoppertjes spullen. Maar dat er geen wc is, dat komt ook goed uit voor de kruisvereniging, want dat is heel efficiënt. Want dan moeten die moeders, nadat ze met de kinderen bij het kinderbureau geweest zijn, heel snel naar huis om tijd thuis bij de wc te zijn. Maar daar is een oplossing voor. Overste Karel Kermaas heeft twee mogelijke oplossingen. Ten eerste, we plaatsen een hudo. Je weet wel, dan maak je een gat graven daar, een zeiltje eromheen. Zoiets als de verkenners op elkaar bouwen. Of we plaatsen zo'n ding wat met de muziekfeest net het huis van Lonneke Zorgel Bindel staat. Nou, de wc-verbinding, de wc-voorziening plaatsen wij op het terrein van de voormalige pastorie. En ter compensatie, hè, van al onze kosten natuurlijk, want het kost allemaal veel geld bij ons, mag Anita van Tilburg de kwartjes inzamelen. Een tweede mogelijke oplossing
Hierbij denken we aan meer gesofisticeerde middelen. Wij denken aan een omgekeerde food processor die alles fijn maalt. En eenmaal aangesloten op de afvoer van de wel aanwezige wasbak, kan hij zijn diensten bewijzen. Zolang de voorzieningen van Mark en Maas in Ulekoten niet drastisch verbeteren, moet Karel, Kermaas en ik u allen afraden dat er in Ulekoten nog baby's gepland gaan worden. Maar dan wordt Ulekoten op termijn een spookdorp. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat de kruisvereniging efficiënter en goedkoper kan gaan werken. Maar er zijn meer problemen in Ulekoten die om een oplossing vragen. We hebben ook nog het punt het millenniumfeest. Komt er dan nou wel of komt er dan niet? En Michael Prasing die veel te veel van zijn tijd op en neer zit te crossen in zijn auto en niet toekomt aan zijn eigenlijke werk. Dit vraagt gewoon om een mega-oplossing. En ik ben blij vanavond, want ik mag jullie het goede nieuws vertellen. Van onze megasterren Luc, Hilda en de Mol en de collega Annika Cox mag ik vertellen dat zij de oplossing hebben. Je moet allemaal goed luisteren, wij spreken af. Vanavond, precies om 12 uur, klokslag, zetten wij allemaal de klok gelijk. De mannen hun polsgeloosjes, de vrouwen hun biologische klok. En dan precies al 11 maanden op voorhand mag de kruisvereniging Mark en Maas al de planning maken voor de eerste decennia van de komende eeuw. Annie Cox geeft op de nacht van 31 maart op 1 april een mega klantenfeest. En iedere zatte vrijgezel mag met Annie een proefritje, gratis proefritje maken. En is die al zat? Ik wist wel dat die vrijgezel was, maar zat er nog niet. En die vrijgezel die tijdens deze gratis rit ermee klaarkomt. Even allemaal. Om de meeste tv-kastjes, stroomkastjes en andere nachtelijke kastjes plat te rijden, mag zich de trotse bezitter noemen van een door en de Mol beschikbaar gestelde oude politiebus van de gemeente Genk, welke ooit als decor diende in de aflevering van Seks voor de Boeg. Als op de nacht van 31 maart de stroom uitvalt, de tv uitvalt, de verwarming uitvalt, weet iedereen wat hij moet doen. Voor Luc en Hilda, die hier al lang op gewacht hebben, is dit het sein om geen tijd te verliezen. Zij komen meteen onder hun dekens uit om het allerlaatst overgebleven kippenhok, wat hiernaast in de dierentuin staat, om te bouwen tot een kapel. Halleluja. Immers, de afdeling bouw- en woningtoezicht ligt onder de stroomstoring plat. En volgens een gerenommeerd architectenbureau is er niets aan de hand als je maar voor zorgt dat je ermee klaar bent voordat ze komen kijken. Want ze komen het heus niet afbreken. De zaal hier zal omgetoverd worden tot een internationale mega showbiz city. Waarin van alles mogelijk is. En wat hier allemaal mogelijk is, zou vanavond komen vertellen overste Karel Karremans. Maar omdat hij verstek laat gaan, hebben wij een andere Karel. Racy, haal Karel op en kleed hem aan. Op speciaal bezoek van iedereen, ex-aalmoezenier Karel Klep.
Ja, de voorbereidingen vragen veel tijd. Gaat het een beetje? Fijn zo. Ik wacht wel even. Dag Jos. Broeders en zusters, het aftellen voor het jaar 2000 is begonnen. Het regionaal wijkbureau Ulicote en Baarle staat te popelen om in dit complex hier hun intrek te nemen. Alles wat in het dorpshuis en het SOP-gebouw kan en niet kan, kan hier wel. Alle kerkelijke activiteiten van Ulicote en Baarle kunnen vanaf de doop hier plaatsvinden. Halleluja! En over precies 11 maanden, 1 dag... 1 uur en 11 minuten is er hier de Big Boom Mega Bevalbal. Dit is niet, zoals sommigen onder u die denken dat ze Christus Jezus zijn, het einde van de wereld, maar dit is het begin van een nieuwe wereld, mijn broeders en zusters. Halleluja! Het boek Genesis kondigt het einde der wereld aan. Lieve mensen, de wereld zal branden. Het onblusbaar brandje van de schuur van broeder Ton Koremans. En het kapitale asbeststookvuurtje van overbuurman broeder Nol Jansen. En de MAVO-brand zijn nog maar het begin. Maar gij, die echte broeders en zusters zijt, hebt niks te vrezen. Het einde van de wereld is het nieuwe begin. Zwaarden zullen worden omgesmeed op ploegscharen. En laat ik dit voor u na 2000 jaar vrij vertalen in de duivelse munitiekampen in Ulicote zullen ontstoken worden tot vreugdevuren. En we hebben enkele jeugdige vrijwilligers uit Baarle bereid gevonden het vuur te ontsteken. Halleluja! En broeders en zusters, dit feestelijke nieuws maakt dat het nu feest is. En omdat het feest is, houden we vandaag een feestcollecte. Halleluja! U weet wat een feestcollecte inhoudt. Normaal geeft u voor de drankjes 1 bon. Maar omdat het feest is, geeft u vanavond het dubbele, dus 2 bonnen. Halleluja! En omdat broeder Luc en zuster Hilda de lekkerste koffie van Ulicoten hebben, is in het jaar 2000 het eerste bakje koffie gratis. Dus zorg, lieve mensen, dat je de eerste bent. En broeders en zusters, je hoeft niet bevreesd te zijn dat je honger zult lijden tijdens het Big Boom Mega Beval Bal. Want onze zingende broeders en zusters van het jongere koor zullen voor een overvloed aan overheerlijke oliebollen zorgen. Halleluja! En tot slot, broeder Frans en broeder Emile en zuster Maria en alle andere broeders en zusters, als je nog wilt biechten, ben ik altijd voor u bereikbaar onder www.megasteppen.amen. Bedankt, Karel. Ik denk ook dat een kerklocatie voor Michael Prasing beter is. Want dan wordt tenminste de helft van zijn reistijd en zijn kilometerkosten gehalveerd. En nu Annie Cox lid is van de benaderswerkgroep, zal ze vast Michael een snellere auto sponsoren. Ze heeft nog een mooie staan.
een blauwe model Viagra. Maar dan moet Michael zich wel beheersen, want hij kan dan meer dan dat hij wil. De wet zou overtreden kunnen worden. En laat ik het maar niet hebben over ongelukjes. Je kunt geloven waar je wilt, maar geloof me niet dat het kerkbestuur bereid is om de snelheidsbekeuringen voor zijn rekening te nemen. Wie had het gedacht? Annie Cox, lid van de Menaerts-werkgroep. Daar is toch geen geld mee te verdienen? Vast wel, want anders kende Annie niet. Even terug in de tijd. Jullie weten vast niet wat er vorig jaar zich afgespeeld heeft. Toen er sprake was in Baal dat heer Theus van het zwembad automarkt zou willen gaan organiseren met medeweten van Karel Kermans. Toen kwam Frans Vriens in het geweer tegen Karel. En hij zei tegen Karel: als jij er niet voor zorgt dat de automarkt afgeblazen wordt, dan blaas ik de Benaerdersoctaaf nieuw leven in. En dan gebeurt het volgende, zei Frans. Dan zal voortaan iedereen die zijn auto willen verkopen met Benaerders naar de Benaerdersoctaaf komen. En ik stel mijn wei beschikbaar als parkeerplaats. Annie Cox verricht de keuringen en de motorische bijstand. Michael zal de auto's zegenen en gratis wassen. En het koor zal de octaaf rekken zolang totdat alle auto's verkocht zijn. En zo is vorig jaar, als een kleine waarschuwing, de eerste automarkt plaatsgevonden bij de Benaderskapel. Maar deze automarkt heeft met het grote aanbod van Annie's Viagra-modellen de potentie om de grootste automarkt van de wijde omgeving te worden. Je ziet maar, Annie zit vol mee verrassingen. Pas geleden had ze ook nog een verrassing. Ik was bij de apotheek. Annie was net van mij. En ze bestelde er 10 condooms en 20 van die blauwe pilletjes. Ik zei: Annie, jij houdt zeker wel van afwisseling. De ene keer doet het mee en de andere keer doet het zonder. Nee, zei Annie. Ik doe het altijd mee. En onze wil krijgt voortaan elke keer 2 pilletjes. Want anders ben ik bang dat ik het condoom over het verkeerde kopje trek. Weet je wat Karmans aan mij vertelde? Hij zei dat mensen in Ulekoten veel gastvrijer, eerlijker en gemoeilijker zijn dan in Baal. En hij kan het weten, want hij heeft een gesprek gehad met een reeds ingeburgerde asielzoekster, Connie, met een rottig accent die een kamertje heeft boven de kneut. Als het asielzoekersprobleem in Baal te sprake komt, dan wordt daar, de meeste moet opgevangen, nee, maar dan wordt daar, en als de voormalig klooster, als het voormalig klooster genoemd wordt als een mogelijke vestingsplaats, dan wordt de MAVO gelijk platgebrand, zodat de MAVO in het klooster komt en niet de asielzoekers. In Ulekoten gaat het anders als men daar hoort dat mensen in nood zijn en opgevangen moeten worden. Dan komen, net zoals in Vught, de 9 rijken van Vught in actie. Zo komen in Ulekoten de 9 rijken van Ulekoten in actie. Ze kopen gelijk een landgoed met woonhuis in het centrum van Ulekoten op. Wie deze 9 rijken zijn, daarvan mag ik om privacy redenen maar 4 namen noemen. Dat zijn Ad Ome, meneer Floren, de heer van Pruisen en Henk van Nilst. En Harry van Dun, die hier niet bij is, maar er wel bij was, die mocht pas tekenen nadat de koop getekend was. Na de aankoop werden er in no time schuren en schuurtjes gesloopt. Maar volgens Rambo Marion Floren had dat allemaal nog veel sneller gekund. Want een sloopvergunning aanvragen is volgens haar helemaal niet nodig. Want vorig jaar na carnaval had zij ook geen sloopvergunning toen haar schuurtje instortte. Doordat ze mee de Skoda er een binnenmuur had reed.
En vanaf volgende week, nog voor carnaval, staat er op dat terrein een tent waar iedereen die van huis verjaagd is opgevangen kan worden. Maar één ding snap ik niet. Hoe komt het dat Henk van Hilst tot de rijken van Ulecote behoort? Waar zou hij dat dan overhouden? Hij gaat niet, zoals Marley Hendricks van der Wallen, boodschappen doen bij de C1000. Ik weet het ook niet. Maar asielzoekster Connie wist hier het fijne van. En volgens Connie heeft Henk wel zijn tekortkomingen, maar hij heeft er hier meer dan Hans Schaarlakens. En daarom heeft hij de kneut van Hans over kunnen nemen. Ook omdat Hans niet kan rekenen, laat staan tellen, en omdat Hans ook nog bijna doof is. Henk, die eerst de zwaan wilde overnemen, maar dat ging niet door omdat er waar volgens hem gewoon te veel al mankeerde wat niet door de vingers gezien kon worden. In de tijd van Hans werd er altijd veel bier getapt. En dan werd er op deze wijze bier besteld. Bier. Dat is dus drie bier. Mensen die veel bier nodig hadden, die bestelden op deze wijze bier. Bier. Ook Henk van Hilst bestelde op deze manier bier. En het was net of dat duvelde mee spullen, maar het was altijd Henk die ruzie kreeg met Hans over het afrekenen van het leste pilske. Hans, die eigenlijk een café maar niks vond, liet dat ook merken. En toen dacht Henk, hey, nou is mijn tijd gekomen. En hij ging met Hans praten. En toen eerst werd er gesproken over van die kleine dingetjes zoals achterstallig onderhoud, de voorraad chips die over de houdbaarheidsdatum was, over een pittige discussie of er wel of geen geschikte poetsmiddelen zijn voor de horeca. En toen kwam het aan op de centen. En Hans zei, en Henk, hoeveel wil je vergeven? En Henk zei, ik geef ervoor niet meer en niet minder dan zoveel maal zoveel maal zoveel briefjes van 1000. Hans, die door zijn hebberigheid heel snel kon rekenen, maar niet kon tellen, zei van, oké, Henk, dit is jouw kroeg. Toen de heren elkaar de hand gaven, toen pas voelde Hans dat hij genomen was. Maar de heren hielden hun woord en kregen geen woorden. Maar ik denk dat ik nou al lang genoeg antwoord geweest ben. En dat ik prinses Racing maar eens een keer antwoord laat.